ga lunchen, uitgebreid. En dan skip ik het avondeten. Thanks! Anisha, on. How was your work today? My work was so good that I need this. And Tiani, how's your day? Do you want to say something to my parents and my family and all my lovely friends? Don't come to Australia. Why? Goedemorgen, het is vandaag maandag 9 april en ik ben al even aan het werk. Het is nu 11:30 en ja, ik werk vandaag in Royce en het is super mooi weer, 32 graden of zo, dus dat is een beetje mijn dag. Hey, I'm Jazz, Lotte's friend. She's serving me today. She's very good. This is such a cool camera. Dit eten. Dit is een poging tot gezond doen, maar dat is natuurlijk nooit genoeg. Maar om 7 uur is er hier elke maandag gratis pizza. Dus ik dacht, ik ga me eerst hiermee volstouwen en dan ga ik de rest met pizza doen. En dan hoop ik dat ik niet de hele pizza ga opeten, maar dat ga ik natuurlijk weer niet lukken. En een persik fruit. Ja. Hey Jasmine. Hola. No, that's wrong language. Sorry. Wrong language. Salut? My language, hallo. Hallo. Almost German. I'm not German. How the hell do you say hello? Hello. It's just hello. Oh, really? But if you want to ask, hi, how are you? If you want to ask, hi, how are you? It's alles goed. I'm sorry. Like volgende. Alles goed. Oh my gosh, I see. Alles goed? Ja. Ik ben net heb ik pizza gegeten en een biertje gedronken en oh, paniek. Where's my burger? Dit is zo'n mooi moment. Waar dit ga ik combineren met dit. Nou. Ja. Sorry. Ik kan het niet laten. Goedemorgen. Ik ga vandaag naar de Blue Mountains. Dit is de eerste stop. Hier kunnen we wat eten kopen. En het is echt heel erg lekker weer. En ik was bij een bakkerijtje, want we konden wat snacks kopen als we dat wouden. En toen vroeg ik wat er nou echt heel erg Australisch. En toen had het over Lamington. En ik ken het nog niet. En het ziet er zo uit. Het is een soort sponge cake, wat ik ervan heb begrepen. Dus ik ga even kijken of dat wat is. Het ziet er dus zo uit. En ik ga het even proberen.
Dus van binnen is het gewoon echt een cakeje. En aan de buitenkant zit dus chocola en kokos, rasp, zoiets. Coming up today. Lee Sales to join us. Yeah. Look, here high gravity radio show on 104.9 Triple M. Mick thought he was too young to get in. Country in the world to eat both our national animals. And another interesting fact about them is neither animal can walk backwards. Does anyone know why that is? So guys, you can go a little bit closer as well, just to make sure they've got plenty of room. They're now watching everyone, but you can go closer than that. Just make sure they've got plenty of room, so don't go too far down the bottom, because you want to give them enough room to leave if they want to. They're pretty good, the ones in and around the campground, there's plenty of people around normally. And they won't let you get up and pat them, but... Don't feed, you take a seat on either. Yeah, it lives out in central Queensland. It's very, very shy. Some art, talk to them. Indigenous people actually like might come across shy to start with. Thank you.
fine though. Okay. I'm also watching on the side, not too behind. Yeah. Nu midden in de Blue Mountains en dit heet de Sunset Tour met dit als reden. Het is echt heel mooi. En ik heb echt een hele leuke dag gehad. Het is heel veel gelopen, even in de bus gezeten, wat ik niet zo heel erg vind. Ik vind het best wel leuk. En het is gewoon echt heel mooi uitzicht. Ik heb de afgelopen 2 maanden in de stad gezeten en leuk. Maar dan is dit ook wel even heel fijn. Het is echt even tot rust komen. En helemaal in het... Ja, je hebt het niet in Nederland. En ik heb wel alles gefilmd. En je zult wel alles hebben gezien. Maar het is niet dat gevoel als je er echt bent. Maar... Zit er geen lijntje? Moet je zeggen.